Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Nou, zoals iedereen, denk ik, al gehoord heeft, de komende dagen wordt het een flink warmer. Zachte lucht vanuit het zuidwesten gaat richting Nederland stromen. En die zachte lucht die, uh, begint morgen al voelbaar te worden. Dat zien we als ik uh, dit in beweging zet. We zien de temperatuurontwikkeling dan per uur. Uiteraard komende nacht even naar afkoeling. En dan morgen overdag begint het kwik lekker te stijgen. Om 12 uur al rond de 13 graden. En later op de dag wordt het zelfs 16 graden. Misschien 18 graden in het zuidoosten. Maar dat is nog niet alles. Want er komt nog warmere lucht onze kant op. In de loop van vrijdag gaat dat gebeuren. De temperatuur begint dan te stijgen. En komt op veel plaatsen rond de 20 graden aan. Nou, dat zijn natuurlijk vooruitzichten die er niet om liggen. De lente komt echt naar Nederland. En we zien ook dat dat voor een groot deel van Europa geldt. Temperaturen van 15 tot 20 graden zitten zelfs tot in het midden van Engeland. Nou, ik moet helaas al wel zeggen: het is geen blijvertje die warme lucht. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Want als we naar de Europese weerkaart kijken, zien we een groot hoogdrukgebied boven de Noordzee liggen. 1035 hectopascal maar liefst. Slecht weer is uh, ver van ons verwijderd. En uh, de komende tijd blijft dat even zo. Dat hoge drukgebied gaat wel enigszins aan de wandel. Maar de luchtdruk blijft bij ons hoog. In de loop van de donderdag zakt hij onder de 1030. Nou, daardoor gaat de zuidelijke wind iets in kracht toenemen. Stroomt die zachte lucht naar Nederland. En krijgen we te maken met de hogere temperaturen. Maar als je dan even bij de Britse eilanden kijkt. dan zie je daar lage drukgebieden. die voor bewolking, regen en zelfs ook sneeuw zorgen. En die koudere lucht, dat ligt ongeveer daar. Andersom moet ik die tekenen. Zo. Die komt langzaam onze kant op. En dat gaat ons dan in de loop van zaterdag bereiken. Dat betekent dat we zaterdag met enkele buien te maken krijgen. En dat de warme lucht dan alweer verdreven wordt. Vanavond en Vanavond hebben we opklaringen. Er zijn ook nog een paar wolkenvelden. En vooral langs de noordkust zijn die wolkenvelden erg hardnekkig. Temperaturen halverwege de avond een graad of 11. En komende nacht daalt het dan tot rond de 6 graden. In het noordoosten en in het zuiden kan het nog iets kouder worden. Er kan plaatselijk weer mist ontstaan. En het uh, zal allemaal niet zo verkeersproblemen zijn als vanochtend. Er staat heel weinig wind. Morgen overdag krijgen we dan te maken met een zonnige periode. Het ochtendgrijs lost vrij snel op. Flinke zonnige periode verwacht ik in de zuidelijke helft. Daar wordt het zo'n 16 tot lokaal zelfs 18 graden. Maar in het noorden zal een strook zijn met uh, toch hardnekkige bewolking. Daarvoor komt de zon misschien pas in de loop van de middag. En daar wordt het dan zo'n 14 graden, op de wadden zelfs 10 graden. Dus daar valt het nog een beetje tegen. In de rest van het land wordt het al echt lente. Maar dat heerlijke weer dat breidt zich vrijdag ook naar het noorden uit. Dan overal prima temperaturen, 18 tot 21 graden maar liefst. Op de Wadden, door het koude water, 15 graden. er staat bijna geen wind. En dankzij de zon zal het ook op de Waddeneilanden gewoon echt lekker zijn. 20-21 graden, heerlijke temperaturen. In het weekend helaas weer een daling, tot rond de 14-15 graden. En zowel zaterdag als zondag kan er een enkele bui vallen. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat de daling een doorzet van de temperatuur. Na de piek van vrijdag bereiken we een dieptepunt op maandag of dinsdag met 11 à 12 graden. En daarna geven de modellen aan dat het mogelijk weer warmer wordt en dat we volgende week donderdag opnieuw boven de 15 graden uit gaan komen. Nou dat is nog ver weg, maar het weer voor morgen en vrijdag is behoorlijk zeker. Dus ik ga uit van een heerlijke vrijdag en al een prima donderdag. Ik wens u nog een fijne avond en morgen en overmorgen dus genieten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.